Hallo beste kijkers van Eurails, welkom bij deze aflevering. In de nacht na woensdag 30 juni 2021 spoelde in de buurt van Herzogenrath de hele spoordijk weg. Modder liep eerst over het spoor en daarna zorgde de hevige regenval ervoor dat ook de fundering van het spoor weggespoeld werd. Dit had tot gevolg dat de spoorlijn tussen Herzogenrath en Geilenkirchen tot in november 2021 buiten dienst was. Eurails was erbij om te kijken hoe de herstelwerkzaamheden plaatsvonden en we mochten zelfs met speciale toestemming een trein met ballast en nieuwe aarde volgen, toen die werd gelost in de buurt van Herzogenrath. Kortom, deze keer rampspoed in deze aflevering, toch is het een fijne aflevering geworden. Veel kijkplezier! In die bewuste nacht van 29 naar 30 juni 2021 kwam de regen met bakken tegelijk uit de hemel en de spoordijk tussen Herzogenrath en Nieuwer-Palenberg kon die druk niet meer aan en brak. Meteen werd alle treinverkeer van en naar Herzogenrath stilgelegd. Ook de verbinding naar Nederland werd onderbroken. We pikken de draad op 7 oktober 2021 in Herzogenrath met de 151-078 van de IJsbaangezelschap Potsdam. Deze zesasser was in de nacht in de weer met speciale treinen die tussen Schönebeck aan de Elbe, nabij Magdeburg en Herzogenrath ingelegd werden. Met deze treinen werden in totaal 20.000 ton aarde en 10.000 ton ballast aangevoerd om het gat in de spoordijk te dichten en de nieuwe dwarsliggers te laten rusten. Het enige treinverkeer dat in die periode weer snel werd opgestart was de RB20 tussen Stolberg en Herzogenrath via Alsdorf. Hier komen de 643-209 en de 643-219 uitzonderlijk op spoor 55 binnen in Herzogenrath om daar kop te maken. De avond begint te vallen en het eerste deel van de trein is al gelost en staat rechts te wachten op het tweede gedeelte dat nu wordt gelost even voorbij Herzogenrath. De meeste Eanos-wagens zijn van de verhuurder GATX. Het lossen van de gehele trein neemt maar liefst 8,5 uur in beslag. En we zien later hoe dat lossen in zijn werk gaat. Wederom vertrekken twee talents vanaf het kopspoor 55. Na een poosje komt op spoor 2 de 225-802 van de EGP binnen met het geloste tweede gedeelte van de trein. De diesel sleept de trein een stukje richting Kolscheid om vervolgens de wagons terug te duwen naar spoor 4 om daar te koppelen met het eerste gedeelte van de trein.
Heel rustig laat de machinist de trein uitrollen. Zo, de beide gedeeltes staan tegen elkaar. De dieselmotor van de 225 wordt gestopt. De 151078 is ook uit haar slaap gewekt en de lok komt op spoor 7 gereden. Ze zal ook even een stukje de hoofdbaan oprijden om vervolgens terug te komen en te gaan koppelen met de 225-802. De luchtslangen worden doorverbonden en de remproef wordt genomen. Nog even wachten en dan kan de reis naar Schönebeck aan de Elbe beginnen om weer een nieuwe lading aarde op te halen. Een nieuwe dag, zondag 10 oktober 2021, is aangebroken en in de vroege ochtend vertrekt een 643.2 solo richting Alsdorf.
Naast de twee geparkeerde HSL-traxen heeft de Eisenbahngesellschaft Potsdam een verrassing voor ons in de vorm van de 221-145, die hier haar zondagse rust doorbrengt en op maandag ingezet zal worden voor de te lossen trein DSG 69365 uit Schönebeck aan de Elbe. Het is maandag 11 oktober 2021 en de zon is eveneens van de partij. De Euregiobahn komt Herzogenrath binnengereden. Inmiddels is de treindienst van en naar Nederland weer opgestart. De Arriva 552 kon zo mooi samen met de EGP 221-145 vastgelegd worden. Langs spoor 5 staat een RRX-stel van National Express. De oude dame in het zonnetje. De RE18 naar Maastricht in de vorm van de 554 vertrekt. De 462074 van National Express met het zwarte front werd ingezet als pendel tussen Herzogenrath en Aren-Houbenhof als RE4. Dit is het oranje front van de 462074. Alle 462ers in de Rijn-Ruhr-Express kleurstelling hebben verschillend gekleurde fronten. We zijn weer een week later op dinsdag 19 oktober 2021 terug in Herzogenrath. En de EGP 151078 is hier ook weer te vinden. De 221-145 komt binnen met het eerste geloste gedeelte van de trein. En dit eerste gedeelte is behoorlijk lang. Nu rijden naast de GATX ook VTG-wagons mee in de trein. De 221-145 staat nu voor het tweede, nog te lossen gedeelte van de trein. Het lossen van deze trein mochten we met speciale toestemming filmen. Het gebied rond de aardverschuiving was voor het publiek niet meer toegankelijk. Prachtig om zo'n oude diesellok in actie te zien.
Nabij de zandgroeven werd een laden losplaats gecreëerd. De bovenleiding werd verwijderd zodat de trein met een kraan wagon voor wagon gelost kon worden. In het rechterspoor is een afsluitbord te zien. De laatste restjes aarde werden in elke wagon met de kleine oranje Bobcat bagger bij elkaar gereden, zodat de grijper van de kraan ook de laatste restjes uit de wagon kon krijgen. En die kleine Bobcat werd heel pragmatisch met de grijper van de kraan in en uit de wagons gehesen. De trein wordt weer vooruitgezet. En het lossen kan weer verder gaan. Achter het tijdelijk geplaatste stootjuk is het gat te zien dat in de spoordijk ontstaan is. De bovenleidingsmasten staan er nog, maar de draden zijn verwijderd. Het ziet er nu zo vredig uit, haast niet voor te stellen welk natuurgeweld hier en op heel wat andere plekken in Limburg, de Eifel en in Ardennen plaatsgevonden heeft. Het geloste verstevigingsmateriaal wordt met dit zwaar materiaal naar de plek gereden waar het uiteindelijk terecht dient te komen. Ook tractoren met grote aanhangers werden ingezet. De Bobcat wordt weer uit de wagon tevoorschijn getoverd. En we gaan weer door met lossen. Op die manier duurt het circa 8,5 uur om de gehele trein te lossen. Inmiddels is het zondag 31 oktober en in Herzogenrath is ook de eerste ballasttrein gearriveerd. Die trein werd getrokken door de 140-003 van Rail Cargo Carrier Deutschland, een dochteronderneming van de ÖBB. Rail Cargo Carrier Deutschland heeft EBM Cargo overgenomen. De oude firmanaam is nog vaak te zien op deze 140. Op maandag 1 november 2021 staat de 140-003 nog steeds op spoor 4 in Herzogenrath.
We verlaten Herzogenrath even en gaan naar Kohlscheid, waar de RRX-pendel naar Herzogenrath doorgereden komt. Kort daarop gevolgd door de Arriva RE18 naar Maastricht. Uit Herzogenrath komt de Catrain 275-632 als losse lok naar Aachen-West gereden. En voor deze trein waren we naar Kohlscheid gekomen, trein DSG 69-365 uit Schönebeck aan der Elbe met bestemming Herzogenrath, getrokken door de EGP 221-145. Liep de 151-139 als opdruklok mee achterop. We zijn weer terug in Herzogenrath en zien de captrein 275-632 uit Aachen-West binnenkomen met de BLS Vectron 475-416 en de LKW Waltertrein. Deze trein uit Italië met bestemming Geleen-Lutterade heeft het G1206 nodig vanwege de ATB nieuwe generatie, die als treinbeveiligingssysteem tussen Haanradegrens en Landgraaf richting Heerlen in de baan aanwezig is. De Vectron is niet voorzien van ATB NG en de G1206 wel. De diesel zal voor de trein blijven tot Sittard. Daar zal de Vectron geparkeerd worden en de G1206 zal aan de andere kant van de trein weer vastmaken en de trein de laatste kilometers naar de RTC Rail Terminal Gemmelot slepen. Deze terminal is eigendom van Hupac. De 151-139 is van de trein losgekoppeld en gaat via spoor 7 naar spoor 8. De lok wordt hier geparkeerd en tijdens de heenreis naar Schönebeck heeft de stroomafnemer boven cabine 2 schade opgelopen. Met deze beelden is deze aflevering weer afgelopen. Dank voor het kijken en graag tot ziens bij een volgende aflevering van Eurorails.